Ja, voorzitter, ik wil nog even terugkomen op het asiel en migratie. En dat de heer Timmermans eigenlijk zegt, hè, dat dit kabinet mensen als een postpakketje de grens overzet naar Duitsland en naar België. Maar weet de heer Timmermans dat er een Dublin-akkoord is? Dat als mensen hier zijn gekomen via een ander land, via Duitsland, via België hier zijn gekomen, dat wij hebben afgesproken dat de mensen terug moeten naar het land waar ze voor zijn geweest in Nederland. Er komen per jaar maar ongeveer 1000 mensen via Schiphol binnen. Dan is Nederland het eerste land waar ze asiel aanvragen. De meeste mensen komen via andere landen. Dus wat er gebeurt als mensen hier geen verblijfsvergunning meer hebben en ze moeten het land uit? Wij hebben ons ook nog te verhouden tot een Dublin-akkoord. En vindt de heer Timmerman dat Dublin-akkoord dat we ons daar ook aan moeten houden? Zeker, maar als je een opt-out kiest en je gaat eruit, dan zal geen andere lidstaat de mensen terug willen nemen. Terecht niet. En bovendien, als je kijkt naar de hoeveelheid mensen die asiel aanvragen in Nederland, dan zitten we per capita behoorlijk fors onder het Europese gemiddelde. Behoorlijk fors onder het Europese gemiddelde. Dus al die spookverhalen alsof Nederland de gekke Henkie van Europa zou zijn, kloppen gewoon niet. Dus het heeft ook te maken met dat je probeert met je Europese partners daar afspraken over te maken, inclusief toepassing van het Dublin-akkoord. En dat is nou juist een van de goede kanten van de migratieafspraken die in Europa zijn gemaakt, dat we ons nou veel meer aan die akkoorden gaan houden. Vandaar dat ik ook zeg, dat is onderdeel van het Europese, wat ik dan maar even noem, de Europese verdeling van de lasten op dit punt. Een verdeling van lasten die ik ook graag in Nederland zou zien en die u onmogelijk maakt door het intrekken van de wet. Ja, voorzitter, heel veel mensen in Nederland, ik begrijp echt niet dat de heer Timmermans gewoon niet heeft gezien wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Ik geloof ook echt niet dat dit kabinet gewoon met oplossingen wil komen, met maatregelen wil komen. Waar gisteren bleek uit onderzoek van de NOS dat het vertrouwen in de politiek na jaren gedaald te zijn flink gestegen is. En weet je waar die grootste stijging plaatsvond? Dat vond onder de praktisch opgeleide, die hardwerkende Nederlanders. Die mensen, die de lassers, de monteurs, de buschauffeur, alle mensen die wij nodig hebben. Daar is het meest omhoog gegaan. En dat is de ruggengraat van Nederland. Die mensen zijn de ruggengraat van Nederland. En ik ben er heel blij mee, voorzitter, dat deze mensen heel veel vertrouwen hebben, in ieder geval meer vertrouwen dan ooit hebben in de politiek. En dat zijn de mensen die misschien vroeger wel op de PvdA hadden gestemd en nu allemaal naar de rechterkant zijn overgelopen. Godzijdank, want daarom hebben we dit kabinet hier neer kunnen zetten. Ja, ja, en die realiteitszin hebben. Ja. En dat is de reden waarom het vertrouwen in de politiek is gestegen. Ja. En daar heeft de heer Timmermans part nog deel aan gehad. Maar ik zeg u ook wat ik tegen de heer Wilders zeg. Als dan blijkt dat dat vertrouwen niet leidt tot vervulling van de beloften die aan de mensen zijn gedaan, dan is dat vertrouwen ook zo weer verdwenen. Dat ervaart u zelf, dat ervaart mevrouw van der Plas zelf ook. Daar werd ook eerst gezegd, we hoeven niet aan die mestwetgeving te voldoen, et cetera, et cetera. Nu moet het toch, omdat er geen alternatief is, wat de meeste fracties in deze Kamer al jaren wisten. BBB heeft het jaren getraineerd, wat andere fracties wilden doen, inclusief een aantal van de coalitiefracties. Getraineerd en nu moeten ze toch doen wat ze getraineerd hebben. Dat moet u ook aan uw kiezers gaan uitleggen, dat u niet kunt waarmaken wat u heeft beloofd. En dan zal het vertrouwen van uw kiezers ook langzaam verdwijnen. En ik, nogmaals, ik verheug me daar helemaal niet op. Heb ik ook tegen de heer Wilders gezegd. Ik ben zo bang dat Nederlanders het vertrouwen in de hele politiek gaan verliezen op dit moment. Als je mensen hoop geeft, dat is fantastisch. Maar er is nog iets slechter dan mensen geen hoop geven en dat is mensen valse hoop geven. En dat is wat dit kabinet doet. Afrondend. Nou, voorzitter, we zullen straks bij mijn inbreng vast nog wel terugkomen op de landbouw. Maar ik kan wel zeggen, de heer Timmermans noemt dat getraineerd. Als BBB niet 3,5 jaar geleden met die ene zetel in de Kamer was gekomen, hadden wij niet nu 7 zetels gehad, hadden we niet nu in de coalitie gezeten, hadden we niet nu in alle waterschappen gezeten, hadden we nu niet de grootste partij in de Eerste Kamer zijn geweest, waren we niet in alle provincies de grootste geworden, had de BBB niet in 10 van de 12 provincies meegeregeerd, dan was het voor de agrarische sector
één groot drama geweest. Want deze vorige kabinetten, met een juichende GroenLinks en een juichende PvdA op de achtergrond destijds, de vorige kabinetten hadden het alleen maar over hoe kunnen we zoveel mogelijk boeren uitkopen. En dit kabinet, en dat sta ik voor de volle 100% achter, die heeft het perspectief, hoe kunnen we zoveel mogelijk boeren in Nederland houden. Ja. En ja. Ook daarmee is het vertrouwen in de politiek gestegen en niet gedaald. Ja, maar als u bij de onderhandelingen niet 15 miljard had weggegeven, die anders de boeren hadden kunnen helpen om te hervormen, om de goede kant op te gaan, dan had u echt wel vertrouwen gewonnen. U kiepert dat over de schutting en u dwingt een deel van de boeren tot een kille sanering. Dat is pas cynische politiek, mevrouw Van der Plas.